des woensdagavond, 20 februari. CV de Heikenuiters. Heiten u van harte welkom. Hey, op het Prinsentreffen 2000 en meuge tien. Hey, Zinbrug, uw gastheren van vanavond. Het Prinsentreffen en we zien die op de hei. We horen Polonaise en daar is ze niet door mij. We maken het beviesje van het dag met boek eraan. We zien die de Heikenuiters en het werk zijn stik gegaan. We stellen de Prinsenvuur daar door, we steppen stepje. En tussendoor klinkt de muziek, die liedje met die lepje. Die hetjes, die hetjes hebben het. Het letje rundje, iedereen staat op zijn plek. De stemming zit erin, iedereen vindt je te gek. Wat zie je, prins of soms prinses? We geven het gevoel. Nog heel even geduld, we zien zo bij het slot akkoord. Dan zeg je op de vies en je maakt misschien een grepje. Of je zingt het volle bocht en zwijgt maar met de lepje. Goeie hou het eerste kant, kom even kieken. Goedenavond allemaal. Welkom in ons feestpaleis. Ik moet misschien even wat zeggen, Mark. Want ja. Die mensen denken, waarom steden nou op dat keertje te kieken? We moeten eerlijk zeggen dat we dit liedje nog even tussen de sop en erpel hebben gemaakt gisteren. Ja, precies. Hè, dat we een hele leuke binnenkomen hebben. Ja. En dat is volgens mij gelukt. Dus de tekst is er nog niet helemaal in. Maar het was wel heel gezellig. Fantastisch wie eruit ziet, hè? Geweldig. Geweldig. Waar ben ik toch ruus op? Altijd hij fantastisch gedaan. En dat allemaal doen vrijwilligers, dames en heren, die er de schouders onder zetten. En natuurlijk, hè, de Heikenuiters tegen fantastisch het beste hebben gedaan. Om een fantastisch feestpaleis van te maken. Maar goed, daar hoef ik niet over te vertellen. Dat is mijn ene minste dat heel goed kan namelijk. Dat is namelijk de vorst van de Heikenuiters. En ik geef hem graag het woord, dames en heren. De vorst, jawel! Vorst Robert, en u het woord. Dank je, Tom. Dank je, Mark. Lief mensen. Fantastisch dat er allemaal zit. Wat is dat chic? Wat zijn we gruwd als Jezus des halen kiek en die wierter vastlovend, met Nederland die wierter en nee wierter en die mensen uit de boete neeën. Nee, we hebben ook boetelandse gasten, want ook daar toen is vorig jaar een beetje ingezaten. En dan zijn we heel gruwd op dat die vereniging hebben gezegd, mogen we weer komen? Ja, zeker mogen ze komen.
Ik denk dat we extra gruut zijn in de vee als klein dorpje Altwiert Hei toch een prinsentreffer op een kaart willen zetten hoe dat je nog lang over een ogen zult kallen. Althans, dat zijn we van plan. We zijn er gruuts op dat het een fantastische, flitsende, snelle, een muzikale, maar met name en ook hier Jum, een onvergetelijke oven zal gaan weren voor die prinsen en prinsessen wie deze allemaal ziet staan. Want nogmaals, doordraai je hem en dat zul je van over ook metmaken. Rondom dat feest, die prinsen en die prinsessen. Dan heb ik nog iets nieuws. En dat nieuws, dat is best een beetje winnen, want af en toe mocht dan decan op kieken, zeggen ze. Dat is namelijk dat ze toes in een hoeskamer ook met een smijtje naar kieken. Dus die biertje die heen nu zien, die werden ook live gestreamd. En mensen kunnen via Wiertegekste de Heikneuterspagina of de Facebookpagina van de Heikneuters met genieten van alles wat er gebeurt. Dat wil je ook zeggen, dat let je een beetje op met naspeuteren en andere gekke dingen, want je stoort je biertje. Zo is dat ook alweer. Ik denk dat dit voor mij eigenlijk wel het goede moment is om het welkomstwoord weer af te sluiten, want nogmaals, voor de zalige zin, meneer Neert, jij zit hier voor een viertje, dat zien wij ook. En daarom geef ik heel graag het woord ook weer terug aan ons presentatieduo van vanavond, Mark en Ton. Alsjeblieft en veel plezier. Oké, Vorst, dankjewel. Vorst Robert. Oké, lief mensen, wij gaan deze avond beginnen. We hebben een speciale gast uitgenodigd. Ik denk een gast die op een gepaste plek nu de opening van deze schoene avond mag gaan doen. Ik wil graag naar vuren vragen. En ik wil graag uw aandacht hebben voor onze eigen pastoor Notermans. Hey! Allerliefste prinsen en prinsessen. Ik moet u zeggen, nu dat we allemaal nog een beetje nuchter zijn. Ik moet u zeggen, ik ben geweldig onder de indruk van dit Prinsenpaleis, wie dat Margit terecht genoemd heeft, dit Prinsenpaleis hier op de hei. Ik zou zelfs willen zeggen, deze prachtige kathedraal. Want wat ziet dat indrukwekkend uit, die hele processie van al die prinsen. Ik vind dat heerlijk, dat je ons bewaakt, dat je zo rondom ons stoot en de sfeer erin brengt. En daar mag je een beetje aan meewerken. En vastenavond, dat is een typisch katholiek feest. Dus als je mij vraagt, breng een beetje de sfeer erin. Daar komen we natuurlijk bij je. Dat heeft Mark me ook expliciet gevraagd. Wilt je het openingsgebed doen? Dus dat gaan we straks doen. Voordat ik dat ga doen, wil ik met u, lief prinsen, even stilstaan bij dat unieke moment wat je allemaal zelf metgemaakt hebt. Dat moment van uw onthulling als prins of als prinsenpaar. Wat is dat fantastisch geweest? Dat moment dat ze achter dat dook zit voor een overvolle zaal. Die spanning die ze in hun hart vult bonken. Als ze straks de voorschijn mag komen. En dan weet iedereen, ik ben nu de nieuwe prins van Oostdorp. Of van onze stad. Ik moet ik heel eerlijk zeggen. Als je het niet weer vertelt. Ik zou best wel een keer prins willen weren. Maar... maar ik denk dat ik toch mijn pastoor bleef. En als je het helemaal aannemens wie je wilt vertellen, dan wil ik je ook wel zeggen, vorig jaar, 2018, heb ik eigenlijk het hele jaar die ambitie gehad. Ik wil ook wel bischop weren. Bischop van Rumeng. Want er is een vacature. En ja, je weet wie dat in de katholieke kerk werkt. Dan moest je ook een beetje lobbyen. Hè? Wie dat overal gaat, zo gaat dat toch ook. Dus ik heb een brieve actie op touw gezet. Ik heb mensen gevraagd, schreef allemaal naar de paus. Harry voor bishop, Harry voor bishop, Harry voor bishop. En die mensen die hebben massaal geschreven, nog bedankt allemaal, 75 brieven. En je herkent paus Franciscus, want hij luistert naar wat de mensen zeggen. En het is een Harry geworden. En alleen, ja, onze paus is net zo heel handig op Google Maps. Dus hij heeft Harry aangeklikt, maar dan een kilometer of 80 uit de richting. Dat was Harry Deken van Venray, Harry Smeets. En we hebben dan met een hele goeie bishop gekregen. En daardoor stond ik nu nog altijd hey. In de hei. Bij u. En mag ik met u deze prachtige avond openen.
met een gebed. En ik moet zeggen, ik heb dat gebed al eens geprobeerd in november. De zoutmalen, die weten dat, bij de vorstenwissel van de zoutmalen. Daar hebben wij gebeid de litanie van het Kurlke Zoot. Maar ja, dat was in rooi. Hier doen we natuurlijk wat anders. Hier doen we ook een litanie. En zeker de mensen die er een beetje langer met gaan, die gaan allemaal juichen. En die zeggen, yes, yes, een litanie. Wat is dat prachtig, want dat duurt zo eeuwig lang en er komt nooit een einde aan. Hè? Dat vinden we heerlijk. En daarom heb ik voor u geschreven, de litanie van de hei. En je weet dat, op een litanie, daar moesten we altijd samen op antwoorden. En het antwoord is vanavond niet, bid voor ons. We gaan dat oefenen. Het antwoord is vanavond, paars is de kleur van de hei. Kunnen we dat samen zeggen? Paars is de kleur van de hei. Nog eens, paars is de kleur van de hei. We maken het een beetje gemakkelijker. Ik begin altijd met te beginnen in de hei, want paars is de kleur van de hei. Als het hier in het rood, geel en groen zou zijn, dan zou je zien wie prachtig paars dat die deuk allemaal zijn. Maar nu is, ja, ja, kijk, dat is geweldig. Dankjewel. Super, dankjewel. Ik ga de litanie met u bij je. He, te beginnen in de hei, want paars is de kleur van de hei. Paars is de kleur van de bisschoppen. We bijen voor onze nieuwe bisschop Harry, een echte Limburger. Dat hij met Gods hulp voorop blijft gaan in de Polonaise van al die mensen die God zoeken. Te beginnen in de hei, want paars is de kleur van de hei. Paars staat voor inventiviteit, inspiratie, originaliteit. Leven hier, geef dat wij na die drie doldag ons leven lang origineel en creatief blijven. Te beginnen in de hei, want paars is de kleur van de hei. De paarse kabinetten hebben veel veranderd in ons land. Leven hier, wij bijen u dat wij een echte samenleving blijven, hoe mensen hem den langer geven. Te beginnen in de hei, want paars is de kleur van de hei. Bij de Romeinen was paars de kleur van de upper class en van de chic. Als Karl Lagerfeld geleefd had onder Julius Caesar, dan had hij veel paarse creaties gemaakt. Met de vastelovend hebben wij allemaal een kleurrijke boetekant. Geef ons dat wij nooit de binnenkant vergeten, te beginnen in de hei. Want paars is de kleur van de hei. Is de vastelovend gedaan, dan draag ik 6 weken een paars meskleed in de kerk. Paars is de kleur van boete en berouw. Dat wij met de vastelovend onszelf kunnen relativeren en dat wij met de vaste kunnen consuminderen. Te beginnen in de hei, want paars is de kleur van de hei. Nog één keer, paars is de kleur van de hei. Onze leven hier, geef ons dat wij een kleurrijke avond hebben, een schitterende ontmoeting met al die prinsen en prinsessen en al die vastelovensveerders. Dat het ons dichter bij u en dichter bij hen brengt. Amen. En zoveel van plan, maar het bronskruim bleef lokken, daar weet je het verstand toch niet van. Al die jaren was ik me gestoos. Het is mooi geweest, breng mij maar nog goed. Kom op. Thank you.
dag heen. Of net op dit pensioen, als ik een drijver wacht heen. Ja, een applaus. Verhuurse Pastoor. Ja, geweldig. Dankjewel. Ik ben gruurs op hem. Als we dit nu elke zondag in de mes deden, dan weet ik wel zeker dat we de kerk weer ramvol zijn. Ja. Meneer Pastoor, dankjewel. Ik wil alle prinsen vragen die nu op de catwalk staan aan links en aan de rechterkant, of dat je even de catwalk wilt verlaten. Dan gaan we gewoon beginnen met ons programma. Dus gooi maar allemaal lekker de zaal in. Gooi terug naar een vereniging. Je komt dadelijk allemaal aan de buurt. We gaan dadelijk beginnen, zo links en rechts, met een interviewje. Dan maken we nu even de ruimte pre voor wat danseressen. Ja. Nou, de catwalk is bijna vrij. Aan de andere kant zien we dat er bijna vrij is. Dan gaan we beginnen met het prinsentreffen. 2019. Oké, okay, lief mensen, ik wil vragen of tijdens even allemaal uw hand in de lucht wilt steken. Dat gaat vanzelf. Ja, kijk, dat is heel geweldig. Je luistert je allemaal goed. Tot nu toe gaat dat allemaal prima. Ik wil zeggen, als dadelijk de muziek aangeeft, dan zwaaien we gewoon van links naar rechts. En de rest, dat gaat vanzelf. Want wij gaan nog uitnodigen om in te stappen in onze vaste lovingbubbel. Nog anderhalf week hebben we te gaan. En dan giet het erop aan. Dan gaan we vier sferen. Stap mij in de bubbel. Dan giet de handjes in de lucht. Van links naar rechts te komen. Hey! Plek de zoenste dag en loopt het zonke binnen. Het spek met eieren, wat dat vultje maakt. Het vies, dat moet beginnen. Lief prinsen, lief prinsessen, stap mij in onze bubbel. We hebben het vieze dubbel. Stap mij in onze vaste lovingbubbel. Kijk eens, kijk eens, je plek je uit de kast. Dus ik ben een duurske. Dat wordt de bonen, want dat
ik om meer terug te stoppen. En op de gang ging het verlangen, leid het wachten bij de studel. Ik kan de vaste kloon niet hangen, en hoe ik weet dat ik moet koken. Ik stap lekker in de bubbel, zonder trouble loop ik niet los. Hey, vaste loop ik, ik geef niet dubbel, loes de Limburg binnen van ons. Brengt je sport op kleur, de optocht is aan het lopen. De lachje masker op de boeten nu, ik knik de lichtje daar. En ik wil zingen, mijn bedwingen, zal niet lukken, joek zich gedraag. En slapjes dagelijks in zal brengen, door van de raak ik niet van slagen. Dan kom ik met z'n allen, hey, hey, ik stap lekker in. In de bubbel gestapt en dan ga ik de volgende artiest voor je aankondigen. Een meertje, helemaal vanaf Nijweert. Ik zit hem aan de kant van de catwalk. We gaan ik introduceren, we gaan bij je binnenbrengen. Celine Kuipers. Van mij door mijn oren.
Goed applaus voor Celine Kupers uit Nederwiert. En ze is ook weer een beetje van de Bengals, hebben ze me gezegd. Dan zoek je de dummelum. Mark Fontijn, jij stond je achter de toetsen. Ja, ik stond hier. We hadden een klein probleem met het podium. Dus ik heb hier ondertussen Eurovereniging aan mijn kant staan. Oh, die heb je dan aan uw kant. Misschien toch? Dat je even kunt komen aan deze kant. Dan geef ik Gerrit Woerdhoever aan Ug. En natuurlijk ook aan alle prinsen van de brugwachters die hier zich verzameld hebben aan onze eerste toffel. De prinsen van de brugwachters. Maar ik heb hier niet langer kaartje. Dan draai je weer zo even op, want ik ga je eigenlijk de Bengals verwachten. Dus, En ik de moezevangers. Wie ben jij nu, Ston? Ik zou eigenlijk hier de prins van de Bengals moeten hebben, joh. Oké, okay, ja, dat kunnen we ook doen. Ja, dan pak de prins van de Bengals. Kortje, dus gezellig met zongerijn even. Zullen nu een beetje te... Omdat we een klein probleem hebben met het podium, pak ik hier even de Bengals erbij, dames en heren. Helemaal goed. Beetje opschuiven naar de kant, dan komen jullie zo aan de buurt. We zien natuurlijk een vaste loven in de kliek Hongarijn hier. En we blijven natuurlijk je vrienden ook met de vaste loven samenwerken. Vorst, of prins Kotjer B. Natuurlijk de fantastische prinses. Ik pak even het kaartje erbij. Dan gaan we eens even kijken wie we nu even over aan de tofel hebben stoom. Van de Bengals, dames en heren. De 46e prins. Die ze uitgeholpen hebben. En die hebben ze wiet moeten halen. Want hij kuipt namelijk helemaal uit Zwolle. Dus ik heb hem net gevraagd. Ik zeg, kan je ook Limburgs? Hij zegt, nee, ik versta het wel. Maar spreken doe ik het niet. Dus we gaan even op zijn Hollands zijn natuurlijk. Berend, dat is haar naam. Is 32 jaar oud. Berend de Ierste. En is hier met zijn fantastische vriendin. En die heet Cindy. Cynthia. Cynthia, zeg het goed. Cynthia Slegers. En Berend, wie is het om prins te zijn voor een carnavalsvereniging zoals de Bengals? Ja, heel schoon. Heel schoon. Oh, je praat dus wel een beetje Nederlands, of heb je Limburg? Af en toe een woordje ertussendoor. Je moet een begin ergens maken. Ik denk, hoe mooi kan het zijn als je dat hier doet tijdens vastlovens? Ik had hier op mijn kaartje staan van, het is een echte blauwvinger. Daar heb ik me afgevraagd. Maar daar staat een blauwvinger, want dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar ik heb het even bekeken. Hij komt dus officieel uit Zwolle. Daar hebben ze ook een carnavalsvereniging neem ik aan. Niet, de blauwvingers is gewoon de algemene, zoals wij hier de rockstickers hebben, bijvoorbeeld in de stad, hebben jullie de blauwvingers. Berend, ik geef jou even de microfoon, dan kun je een klein woordje doen tot de zaal. Stel jezelf even voor. Ja, ik ben prins Berend de Eerste van CV de Bengals uit Neewiert West. Hey! Maar, ik sta hier niet alleen. Ik sta hier samen met mijn prinses, Cynthia Slegers, en mijn adjudant, Bartje Smirt. Ik ben 32 jaar en ik kom uit Zwolle. Ik ben een blauwvinger. Een blauwvinger, dat is een Zwollenaar. Een Zwollenaar wordt een blauwvinger genoemd. Samen met Cynthia heb ik twee dochters. Eentje van 4 en een van 11 maanden. En ik woon nu een kleine 6 jaar hier in Limburg. In het schone Limburg. En ik ben gevestigd in Nederweert. Dan hebben we dus de vraag van, je hebt dus Nederweert de Bengals en we hebben Nederweert de Pinmerkers. Kun je even uitleggen voor de mensen die het niet snappen van hoe dat in elkaar zit? Ah, dat is eigenlijk heel simpel. De Pinmerkers die hebben een groot deel van Nederweert. Maar de Bengals die hebben ook een heel groot deel van Nederweert. En om de scheiding te maken is de scheiding eigenlijk gemaakt vanuit het westen. Het westelijke deel van Nederweert, dat zijn de Bengals. Ja, en het overige gedeelte is de Pinmakers. Heel simpel. Gezelligheid. Ja. Ik ga het eigenlijk niet over de vragen, want volgens mij wisten ze het allemaal al, dames en heren. Zeg, wat is je vak, wat je doet, je beroep, heb je het ook al verteld?
Ja, ik ben nou net gestopt als sergeant bij Defensie. En ik ben nu aan de gang als vertegenwoordiger van bouwmaterialen. En daar ben ik begonnen in januari. Bevalt me zeer goed. Dus, En je hebt een prachtige vrouw. En zoals je ook op een kaartje kan zien, ook twee dochters. Een vierjarige dochter en nog eentje van 8 maanden. Dat is nog vrij jong, zal ik maar zeggen. Dus kon je toch de tijd vrijmaken om weg te gaan hier uit het dagelijkse bestaan, zal ik maar zeggen, van het gezinsleven. Omdat je vrij hebt kunnen maken voor het carnaval. Schijnbaar. Ja. En met alle plezier. Je vrouw die straalt helemaal. Dus een fantastische prinses, wat moet ik zeggen. Nou, dat komt helemaal goed volgens mij. Ik wil alleen nog even jullie devies horen, dames en heren. Het devies van Prins van de Bengels. Als Blauwvinger en Oud-Sergeant neem ik hier appelhand. Oké, alaaf, zou ik zeggen. En dan pakken we hem heel even deze kant over, Ton. Want we hebben gezegd, of moet je nog wat zeggen, Ton? Ik zie in ieder geval kieken zo van, ik moet nog wat zeggen. Nou, ik weet, ben ik eigenlijk aan het zoeken, maar je stoort me. Je stoort je nerven mee. Je zit hier in de zaal te kieken. Dat had je dus helemaal niet in de gaten. Nee, ik stond hier. Fijn. Wim, hij wil ondertussen op het podium, Mark. Nou, we hebben de brugwachters op het podium en we hebben het een klein beetje omgegoest dat hij te maken met dat we aan de andere kant even een probleem krijgen. De brugwachterskapel die is ook gevuurd dat we met de brugwachters gaan kallen. Gaan we de kapel even vragen of die even zijn nummer willen spelen. Dankjewel. Yes. Ja, la, la, hey! Kijk eens wat een hoop man, Dirk. Wie schoenen is dat, hè? Sweet Caroline.
Oké, mogen een applaus voor de brugwachterskapel. Die komen zo hier nog, dit kleine interview nog met één nummer terug. En inmiddels hier tegenover mij de prins van de brugwachters, prins Dirk de Eerste. Kijk hem eens even gewoon aan, wat een gezelschap hij hier stond. Fantastisch, geweldig wie je met zoveel mannen hier ziet. Prins Dirk, ik word heel even aan het lezen op uw blaadje. En dan zie ik dat de prins 39 jaar is. Nee, dat zou ik niet zeggen, 39 jaar. Hij woont samen met Patricia. Mogen een applaus voor Patricia. Ja, en dan ga ik even tussen erin staan, want het is heel gebruikelijk dat we normaal gesproken de prinsen interviewen. Maar ik gooi dus heel even bij Patricia. Ja, want weet je wat het is? De glamour en de glitter aan de boetekant, dat kennen we allemaal wel. Dat weten we wel. We hebben al die verhalen hebben we in de krant kunnen lezen. Maar ik zou je ergens willen weten, wie is hij nou als echtgenoot voor dich? Ja, daar stiet ze wel even van te lachen, hè? Eerlijk? Ja, eerlijk. Heel lief. Hij is heel lief. Mag ik dan applaus voor Dirk? Want hij is heel lief. Ken je dat beamen, Dirk? Ik vind van wel. Oké, okay, is fijn. En is Patricia ook heel lief? Meestal wel. Oké, okay, dan gewoon een volgende vraag stellen. Hè. De prins die moet er altijd gelikt op staan. Hè. Die moet altijd netjes strak in, met de veren, met de blouse en nummer allemaal op. Wim strikt de blouse van de prins? Zijn moeder. Oké, okay, wie is de mam van Dirk? Zinnig de mam van Dirk? Nee, die zit hier niet. Zit misschien in de zaal, denk ik dan. En anders zit Toes te kieken. Zwaai even allemaal naar de mam van Dirk. Want die doet Dirk in de blouse strieken. Nou, geweldig. We weten even wat intieme zaken. Dirk, dan is het voor ons heel belangrijk om te weten. Hoe houd jij je hobby's zo'n beetje met? Het leven, gewoon. Het leven? Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk een hele fijne, want het leven, dat huurt zo eigenlijk ook gewoon te zin, hè. En dat dus ik ook vinger met Patricia. Ja. Ik heb gezien dat je vooral veel uitjes maakt. Je gooit er nogal een scher op uit. Jazeker. Ja, en hoe gooi je dan naartoe? Meestal naar Valkenburg. Wegelon, Valkenburg. Ja, geweldig. En wat gooi je dan naar Valkenburg doen? Dan gaan we naar Jos en Marion. Bij Bieker. En dan zetten we de tent op de kop. En dan doen we meteen naar Gebossenwe. Nou, dat vind ik wel heel goed. Hey, en doet er een beetje goed, bossen we? Ik vind het nog wel een klein beetje mager. Doet er een beetje goed, bossen we? Oké, okay, heel erg goed. Hey, ik zie dat je met een kamerui, ja, wie heette ze? VV de Rabbedabbers. VV de Rabbedabbers, dat zijn jullie. Zijn er meer Rabbedabbers in de zaal? Nee, daar zijn geen meer aan. Hey, dan gooi je nog alle scheren, in ieder geval een putje beer mee drinken. Jij kent elkaar van het? Van alles. Maar de laatste jaren vooral van bier drinken. Ja, als ik zuur bekijk, dan moet dat inderdaad misschien wel van een klein beetje bier drinken zijn. Voetballen, dat doe je nou nog? Ik ben leider van het voetballen. Op een of andere manier is dat... ik ben zelf geen voetballer, maar dat had je ook al aan me gezien. Maar ik ben een leider van het team van mijn zoon. Het leider van de team van de zoon. Oké, okay. Hey, ik ga heel even schouw vragen. Ik heb je een hartstikke chique medaille zin. Ik geef je prins Dirk de Eerste. Leg heel even in het snel uit wat dat op die medaille stiert. Nou, dit is de orde van mijn geluk. En zoals ik juist tegen u zag, mijn hobby is het leven. Daar heb ik op uitgebeeld. Leefje, leegt en lol. En dat is mijn geluk. Dus daarom hebben we het zo gebracht. Oké, okay, en dan huur je ook een devies mee. Dus leef mensen vanaf nu, met u allemaal, leefje, licht en lol! Alaf! Oké, okay, ik zou zeggen brugwachters, fijn dat je hier ziet, brugwachterskapel en ook nog één nummer en dan gaan we gauw dadelijk naar de andere kant, want er stonden een paar artiesten voor ik klok. Lodge gewoon! Dankjewel, hè, dankjewel. Patricia en ik ook dankjewel. Ik heb het zo gekocht.
Dames en heren, de brakwachtersgevel van Bassevelt. Ja, geweldig. Dankjewel, dankjewel. Ja, la 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 la. Dankjewel, we gaan weer met ons programma.